Nee. Oh, hoi. Hoi, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag mogen jullie met ons mee naar het stembureau. Oké, we gaan dus even kijken in de beide stembureaus in Coevorden. En in Dalen denken we aan. Deze mensen gaan nu stemmen. Doe dat in. Zo, wacht even. Nee, moet je daar? Ja. Ja, oké. Ik ben niet alleen in. Nee. Waarom zit u eigenlijk op deze volgorde? De mensen komen binnen, overhandigen aan mij de stembus en die gaat verder met het uitreiken van een stembiljet voor de provinciale staten en het uitreiken van een stembiljet voor de waterschap. En ik ga kijken of de mensen een goede biljet, een goede box doen. En daar hou ik ook bij, zodat we aan het einde van de dag kunnen kijken of dat moet. Waarvoor stemmen de mensen dan eigenlijk precies? Want provinciale staten en waterschap, maar wat is het waterschap bijvoorbeeld? Nou, als je het simpel zegt, het bestuur van alles wat met water te maken heeft. Is het vrijwilligerswerk of krijg je hier ook voor betaald? Een hele mooie vraag. Jan vertelde net al over het officiële gedeelte, dat je de e-learning moet doen. En daaruit komt dan ook een goedkeuring van de burgemeester. Dus je bent in functie op het stembureau. En je krijgt voor betaald. Oh. En wat Feyenoord stemt. Feyenoord? Ik heb een audio gemaakt. Ik het feit dat we hier een democratie hebben. En daar kan je blij mee zijn, maar dan kan je ook nog een keer aan meewerken. Nou, dat doen we op deze manier. Hoe kan je filmen? Film dit. Kun je een kastje? Hier. Oh. Oeh. Wat ook. Oeh. Hij staat niet scherp. Gaan we naar Dalen. Lekker balhorig. We zijn nu bij het stembureau in Dalen. En er komt straks een challenge met dat bordje tussen dat bordje doen. Nick. Als wij winnen, mogen wij onbeperkt eten bij de McDonald's. Ja, ik heb een stem, zoiets. Huh? Jij hebt een stem, wij hebben stemmen. Nee, ik snap hem niet. Meningen. Dat is een werkwoord. Hoe vervoeg je werkwoorden? Doe jij dat? Nou, hoe worden de stemmen geteld? Wij houden het hierbij op een lijstje. En vanavond gaan we alle stembiljetten hier uithalen. En gaan we ze gewoon allemaal één voor één tellen. Ja, met de hand, dus niet met de computer. Nee, dat alles met de hand. Blijf je dat altijd doen, elk jaar? Of is het gewoon eenmalig en wanneer? Nee hoor, ik denk dat we dat nog een poosje doen. Dus. Ik vind het ook heel leuk. Echt? Ja. Echt? Ik dacht dat je. Je klinkt heel verbaasd. Ja, zij hebben allemaal al gestemd, maar wisten jullie gelijk op wie ging stemmen of waren jullie nog aan het twijfelen? Ik twijfelde niet, maar ik wist ook niet meteen op wie ik moest stemmen. Maar ik heb gewoon even gekeken van wie staan erop. Nou, dit is zo'n stemhokje en hier kan je gaan stemmen. De potloze tas zit er niet gestolen kan worden. En alle stemhokjes zien er zeg maar zo grijs uit, net ook bij dat. Hey, dit is gewoon karton. Was het ook grijs? ASMR. En staan er containers? Rosaline gaat dus deze week challenge doen. En we gaan dus doen dat ik bijvoorbeeld zeg Partij van de Arbeid. En dan zeg ik kiezers. Weet ik veel, dan zeg ik Hotterman. En dan moeten hun zoeken welk nummertje het is. En wie het snelste heeft gedaan. Die wint en wie verliest moet een handstand doen. Dus, waarom doet hij dan niet? Duimpje omhoog. Duimpje omhoog als je meeleept bijvoorbeeld met mij. Als, omdat dit niet wou. En nu ik moet. Ja. Eén Partij van de Arbeid en dan Meijer. 19. Ja. Oké, die mag jij maar. Democraten 66. Klein. Huh? 31. Ja, het was. Ja. Oh shit, ik voel hem aanwijzen. Nou, ah, dat is wel goed. Ja, oké. Nu staat het 3-1, dus het kan nog gelijk. 2-1, dus het kan nog gelijk worden hoor. Denk van tellingen. Ja! Nu staat het 2-2, dus nog 1. Oh, VVD Middelveld. Het is niet vanzelfsprekend. 17. Ja. Yay! Ik kijk wel, jammer.
Nou, Rosalind, doe maar, Rosalind. Doe maar. Ik hoop dat je valt. Nee, grapje. Zo wel grappig. Ja, Rosalind, val, val, val. Ja! Ja, dat gebeurt hier. Heel serieus. Hoe voelt het om te verliezen? Ik ben gewoon de verliezer van het leven. Hoe voelt het om te verliezen? Traantje. Love, hartjebreuk. Zullen we muziekje aan de jet? Oh ja. All around me, over familiar faces. Oké. Nou, dit was de vlog voor deze week. Doe een duimpje omhoog als je deze vlog leuk vond. En abonneer op de gemeente Koevoorde. Bedankt voor het kijken. Doei!